assist. Jubilair. Supporters weten waarom. Snel naar beneden op het veld staat zijn mooi volk. Ja, heel mooi volk. Bram, ik heb wel een heel speciale gasten vandaag voor deze laatste wedstrijd van Nessa Hoefkes. Ik heb net gehoord dat ze eigenlijk nog populairder is dan Carl toen ze hier buiten kwam. Zeg Vanessa, hoe heeft Carl naar deze wedstrijd toegeleefd? Ja, het is een speciale wedstrijd en elke week is van, oh, weet je wel, het is nog een week, het blijft wel duren. En dan plotseling is het gedaan, het is de laatste wedstrijd. Dus het is wel echt iets heel speciaals, want hij heeft tenslotte 4 jaar gespeeld en dat is toch best wel vrij lang, dus ja. Was hij geëmotioneerd? Was hij gisteren op afzondering, dus ik weet het niet. Ik kan wel niet gesneld zijn gevoelens in. Ik ben zo'n beetje een vol mens in de wetland van het koppel. Maar ik denk dat we echt wel iets doet, echt wel, ja. En jou, want je hebt hier ook 4 jaar in de tribune gezeten, hè? Ja, weet je wel, op een gegeven moment kende ik ook wel supporten, er zijn gewoon veel supporters tegen en zo. En die mensen doen ook echt wel heel veel voor ons. Niet gewoon voor mij, voor Karel, voor de club, zijn echte clubsupporters. En ze hebben mij echt wel in hun hart gepakt, weet je wel, de West-Vlaming zijn echt wel toffe mensen, ja. Mag ik je nog een kort promotietje vragen? Ik ga puur voor dat wij winnen en dat wij 2-0 scoren. Voilà. Oké, dankjewel Vanessa. Veel plezier ook voor jouw laatste wedstrijd. Ik wil zeggen, ik wil alle supporters van club enorm bedanken. Oké, en jij ook bedankt. Tot later. Dag. Zo. Evo, vlak voor deze laatste match van het 6 juni. En Mark, we hebben goed nieuws gekregen. West-Vlamingen zijn toch van mensen? Dat vond wel ik van dat interview. Dus we hebben één te goed. Of zeker één te goed. Karel Hoefkes, de laatste match voor club. Straks dus 34. En het wordt zijn 127ste voor Blauw-Zwart in de Jupiler Pro League. Op alle stoeltjes lagen vlagjes van de Brugge, van Blauw-Zwart. En dat zorgt best wel voor een fijn sfeertje. Ik dacht dat er beloofd en zelfs regenachtig weer was voorspeld. Maar kijk, het is een aangenaam lentezonnetje. Zomerzonnetje nog niet. We zijn nogthans half blij, maar we zijn er blijkbaar nog niet aan toe. Karel Hoefkes en Eindhoven Roetjonsen, dat zijn dus twee van de nieuwe namen in de basiself van Juan Carlos Garrido. En voor de laatste keer dit seizoen voor de spelers van Club en Genk, de Jupiler Pro League. Scheidsrechter is Johan Verbiest. En dat is de man met de meeste wedstrijden op zijn konto dit seizoen. Samen met Serge Gumeny, de 22e wedstrijd die hij leidt in onze competitie. Bij Genk is dat vandaag Anneli. De Zuid-Afrikaan die hier in de competitie nog een rode kaart pakte in het 1-1 gelijkspel. Maar dat is al lang geleden, van oktober vorig jaar. Dat zit al redelijk ver natuurlijk. Voor we echt gaan voetballen en vooral hier club mag gaan strijden voor de zege en eventueel een Champions League ticket, worden er toch nog wat spelers gehuldigd. Eerst en vooral Karel Hoefkes. Ik zei 34-126 wedstrijden en 4 goals voor club. Maar dit is Carlos Bacca. Hij is de profvoetballer van het jaar. Dat werd vrijdag bekendgemaakt. Donderdagnacht lag hij nog even in het ziekenhuis. Vrijdag won hij de trofee.
de beste voetballer in onze competitie, verkozen door onder meer zijn collega's. En hier neemt hij hem in ontvangst. Mooi. De Colombiaan, die straks wellicht ook topschutter wordt in onze competitie. En misschien vandaag zijn laatste wedstrijd speelt in het shirt van blauw-zwart. Misschien. Dat was Boca. Boca is bijzonder populair. Anderhalf jaar geleden kwam hij in Brugge aan en sprok hij zich bijna dood, want ja, het sneeuw, het was koud. Spreekt de taal niet, heeft geen rijbewijs dat hier geldig is, dus het was moeilijk om hem aan te passen, maar is wel gelukt, zeker op het veld, fantastisch. En nu Karel Hoefkes, u hoorde net al Vanessa, zijn vrouw en de rest van de kroost mag ook op de foto en wordt betrokken in de rode. 4 jaar heeft hij gespeeld en hij heeft 4 mooie jaren beleefd bij Club Pink. Hoofdprijs, dat was het ultieme doel, maar dat is niet gelukt. Dit jaar kwam hij er toch weer dichtbij, maar goed. Wordt ook gefeliciteerd door Jan Keulemans. En door het Brugse publiek. En uiteraard ook door Vrouwlief. En mooi dat Garrido een basisplaats kunst mag dus afscheid nemen van Club Brugge op het veld. Knap werk is dat. De bank van Club met onder meer dus vader Zodjica terug van weg geweest, al heel snel terug. Die kuitblessure leek aanvankelijk een zware blessure te zijn. Het viel uiteindelijk allemaal nog wel mee. En kijk, straks misschien op het veld. Deze